een bom, dit slaat in. En eigenlijk gebeurde er niks. Totdat je de Libris Literatuurprijs won. Toen ging je stad en land af. Je hebt vele, vele interviews gegeven. Eindelijk gingen vele mensen het lezen. Je hebt er zoveel over verteld. Talloze van dergelijke, zoals we nu ook weer hebben, interviews gehad. Mijn eerste vraag is, heb je het idee dat er nu geluisterd wordt? Nee. Mooi. Er worden, ja, wel pogingen ondernomen momenteel. Er is geld vrijgemaakt voor heronderzoek naar de wantoestanden van de Nederlanders in Indonesië. Dat geld is gegaan naar een paar instituten, het NIOD, het KITLV en nog een derde instituut waarvan ik de namen steeds vergeet, maar het zijn in ieder geval 3 instituten. Wat doen ze met dat geld eigenlijk? Wat voor onderzoeken zijn dat? Wat doen ze? Ja, ik denk dat ze nu en dan naar Bali vliegen en op het strand gaan liggen. Oké. Ja. Maar kijk, er is een boek verschenen van een Remy Limpach, de brandende kampongs van generaal Spoor. Maar daar staat eigenlijk al alles in wat ik al weet en wat ik al overal heb gelezen. Dat is allemaal al eerder geschreven. Het is eerder een soort samenvatting van wat er al is geschreven. Weet je wel? En deze Remy Limpach, die is omarmd, hè, door die groep onderzoekers onder leiding van Gert Oost-Indië, heet hij, of all names. Hij is het hoofd van het KITOV en ja, die verdelen dat geld en die gaan dan naar Indonesië en dan gaan ze op zoek naar overlevenden of zo van die oorlog. Nou, daar lopen er misschien nog 3 van rond, want de rest ligt natuurlijk al lang begraven. Wat moet je daar in Indonesië? Die Indonesiërs die kunnen toch zelf wel hun eigen verhaal vertellen over hoe zij de oorlog hebben meegemaakt tegen Nederland. Ja. Dus dit heeft iets paternalistisch. Hè? Die Nederlanders die gaan nu na zoveel jaar, 70 jaar, weet je, terug naar Indonesië. Dan gaan ze met Indonesiërs praten van ja, zo en zo en zo. Maar kunnen we niet samen een beetje tot een soort vergelijk komen? Stel je voor dat de Duitsers hier komen. Ja. En die zeggen wel, ja joh, wij kunnen we niet een ander verhaal van kunnen maken? Kunnen we dat niet een beetje, dat we toch een beetje op, ja, ieder op eisen op onze eigen manier, maar dat we toch wel eens zijn met, weet je wat, dat als die Duitsers dat hier komen en ze stellen dat voor. Maar waarom dan breekt de revolutie uit? Waarom, hier in Nederland. Zeker. Ja, dacht ik. Waarom denk je, Alfred, die oorlog die wij zo mooi samenvatten onder 2 politionele acties. Het was gewoon een verschrikkelijke, smerige, keiharde oorlog. De politionele actie zelf, maar ook de hele periode daartussen. Daar zitten ook bloedstollende stukken over in het boek. Het heeft 4 jaar geduurd. 1945 tot 1949. Bijna even lang als de hele Tweede Wereldoorlog met Duitsland in Nederland. In Amerika met de Vietnamoorlog zijn er honderden films gemaakt. Zijn er talloze boeken verschenen over die oorlog, over de wreedheden aan beide kanten. Amerikanen zijn ook niet te beroerd om de Amerikaanse mariniers met vlammenwerpers in de weer te laten zien. Wat is het, vermoed jij, dat we daar in Nederland zo ontzettende moeite mee hebben? En we hebben niet heel lang. Kuisbroek, die heeft er veel over geschreven, bij leven in het NRC. Hij zei het inderdaad, met onze geschiedenis in Indonesië, of Nederlands-Indië, hoe je het ook maar wil noemen, hadden we al wel honderden waanzinnige speelfilms kunnen maken. En dat is inderdaad wat de Amerikanen doen, wij niet. De Amerikanen die hebben natuurlijk ook de good guy films, zoals The Deer Hunter. Dat is toch een beetje zielig voor die Amerikanen, maar ook gewoon films waarin zij de hufters en de klootzakken zijn.
Ja, ik heb zo'n film nog nooit hier in Nederland gezien. Wel in Indonesië. Hè, wel rond in Indonesië worden er wel films gemaakt. Dat wist ik niet eens. Ja, oké. Maar, en dan, daar nemen ze dan Australiërs voor die Nederlanders spelen. En die Australië, ja, dat is leuk, joh. Nee, dat zijn hele slechte films, maar... Ik kan me alles bij voorstellen. Ja, nee, die Australiërs, die moeten dan in het Nederlands die bevelen geven. Weet je wel? Ja. Ga zitten! Wie zijn jouw vrienden? Waar heb je je wapens verstopt? Ik maak je dood! Weet je wel? Want die Indonesiërs die denken, ja, laten we die Aussies maar nemen, want die Hollanders, ja, daar hebben ze dan of geen zin in of geen geld in. Maar in Indonesië worden die films wel gemaakt. Ja, waarom? Indonesië heeft de oorlog gewonnen. Ja, daar komt het op neer. Dat is gewoon een volkomen nederlaag. Ja, kijk, zolang je over de politionele acties blijft praten. Ja, dan kan je, ja, er waren acties en ja, het was niet echt een oorlog. Het was een beetje ja, het einde van het koloniale tijdperk met Frankrijk en Engeland. Maar als je zegt, moet zorgen, wij hebben oorlog gevoerd, dan moet je ook zeggen, wij hebben de oorlog verloren. Die Indonesiërs zeggen, ja, wij hebben de oorlog gewonnen, ja toch. Want wij hier in Nederland, ja, willen dat niet weten of kennen of... Ik ben hier al heel lang mee bezig. Hè? Ja, je komt er nog steeds niet uit, nee, ook niet na dit boek. Nee.